Amsterdam, Riekerpolder. Een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland. Hier, ter hoogte van Schiphol, tussen de snelweg A4 en de Johan Huizingalaan, verdubbelt ProRail over 8 kilometer de bestaande spoorverbinding. In 2 treinvrije weekenden en 5 dagen met beperkt treinverkeer worden de historisch vergroeide spoorlijnen van Schiphol naar Amsterdam-Sloterdijk en station Amsterdam-Zuid omgebouwd tot 2 onafhankelijke spoorverbindingen. In het eerste weekend zal het nieuwe spoorviaduct over de snelweg A4 worden aangesloten op het bestaande spoorwegnet. De bestaande flyover wordt in 9 dagen tijd aangepast, zodat ruimte ontstaat voor een nog te bouwen viaduct over de Johan Huizingalaan. In het tweede weekend wordt de bestaande flyover weer op het spoorwegnet aangesloten. Daarnaast wordt het beveiligingssysteem bij knooppunt Riekerpolder compleet vernieuwd. Het is middernacht, zaterdag 30 mei, Patrick Holtkamp. 957 Alfa. Dat is al overduidelijk recht. Heer treinleider op de Schiphollijn met Pien, over. Mijn collega's en ik hebben alle verhinderingen geplaatst. En ik kan de verantwoordelijkheid voor de Romeo November 739353 Bravo aan de LWB overdragen om 1:53. Het spoor is nu buiten dienst. Ja, dat klopt. De alfa-periode is buiten gebruik. Zaterdagnacht, 30 mei 2015, begint voor de spoorverdubbeling aan de zuidwestkant van Amsterdam een van de meest complexe buitendienststellingen. Zullen we gewoon alles losdraaien? Dan kunnen de spoorstaafjes eraf. Dan komen straks een langere spoorstaaf op. De buitendienststelling bevat veel logistieke en technische uitdagingen. De werkzaamheden vinden plaats in een zeer beperkte ruimte tussen drukke snelwegen en bestaande spoorlijnen. Dit vereist een nauwe samenwerking en afstemming tussen de ontwerpende en uitvoerende partijen. Maandenlang zijn de werkzaamheden met een groot multidisciplinair team intensief voorbereid. De planning is een uitdaging, maar te realiseren. We zijn hier bezig. Er gebeurt toch niks? Ik kom gewoon terug van buiten. Oh, 12 volt, kluis. Ja, maar hier. In het relaishuis Riekerpolder wordt deze eerste nacht gestart met de ombouw van de treinbeveiligingsinstallatie. De bestaande bekabeling wordt verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe aansluitingen. Deze zijn al helemaal voorbereid en hangen klaar om in korte tijd te worden aangesloten. Ik heb hier een 13, 14, 15. Ik zou zeggen dat dit een 16 moet worden. Delen voor de nieuwe wissels zijn vooraf over de weg aangevoerd. Op zaterdagochtend, in alle vroegte, worden deze door spoorkranen naar hun plek gebracht. Inmiddels wordt het ballastbed voor de sporen en wissels naar de nieuwe flyover aangelegd. Aan de kant van station Lelylaan wordt de flyover aangesloten op de westtak richting Sloterdijk. Het bestaande spoor wordt gesloopt en in delen afgevoerd. Daarna kunnen ze het klaarliggende nieuwe spoor naar de juiste positie schuiven. Voorafgaand aan de buitendienststelling is een robuuste en uiterst strakke planning gemaakt. Elke discipline is zich bewust van elkaars belang om de werkzaamheden op tijd af te ronden, zodat volgende disciplines aansluitend verder kunnen. Dat gaat goed. Tot zaterdagochtend.
dan ontstaat er toch een achterstand op het geplande schema en neemt de werkdruk toe. Even gas erop nu. Ja. Nou, wij doen ons best, Jaap. Oh, je kunt het ons niet verwijten. Alleen, jij wordt elke keer op achterstand gezet en dan moet jij het weer inhalen. Ja. Ja. Gas erop, niet gaan eten, niet meer drinken, niet meer zeiken, klaar maar. Alle bestaande spoordisciplines, civiel, spoorwerk, bovenleiding, beveiliging en ICT, zijn tegelijk aan het werk. Naast, boven en onder elkaar. Met als doel het spoor zo kort mogelijk uit dienst te hoeven nemen en de overlast voor de reiziger te beperken. Heden rijden er geen treinen naar Amsterdam Lelylaan en de luchthaven Schiphol. Naar de luchthaven Schiphol kunt u gebruik maken van bussen die vertrekken vanaf het Carrascoplein achter Holiday Inn. Naar Schiphol bent u 15 minuten langer onderweg. Heren, we zijn vandaag hier op de Nieuwe Meersporen. Gedurende het gehele project heeft veiligheid de hoogste prioriteit. De situatie van in- en buitendienst zijnde sporen verandert meerdere keren. Daarom is er voor elke situatie een aparte veiligheidsinstructie. Aan het begin van elke dienst krijgt iedere medewerker een instructie van de werkplekbeveiliging. Hierbij worden helmstickers uitgedeeld met het codenummer van de betreffende periode. Om buiten op de werkplek zichtbaar te maken dat de medewerker de op dat moment geldende instructie heeft ontvangen. In de hoofdkeet heeft de leider werkplekbeveiliging samen met de bouwprocesleiding zijn eigen werkplek. Hier vandaan worden gedurende de gehele werkperiode alle werklocaties tussen Schiphol en Duivendrecht en tussen Schiphol en Sloterdijk gecoördineerd en aangestuurd. Op zondagochtend, met nog 19 uur te gaan tot de komst van de eerste trein, is aan de kant van Lelylaan het spoorwerk zoals gepland afgerond. Inmiddels wordt er gewerkt aan de bovenleiding. Deze is in een vorige buitendienststelling al gemonteerd en kan nu op de juiste plek worden gehangen. Ondertussen is aan de zijde van Riekerpolder de bestaande bovenleiding verwijderd en het spoor naar de oude flyover opgebroken. Een deel van de oude flyover wordt gesloopt, terwijl er verderop al nieuw spoor wordt aangelegd. Inmiddels is de beveiligingsinstallatie omgebouwd en klaar voor een uitgebreide test. We liggen in vers, hè? Vanuit een speciaal ingerichte testwerkplek op de ProRail verkeersleidingspost bij Amsterdam Centraal wordt getest of de nieuwe bediening en de nieuwe beveiliging van alle seinen en wissels weer functioneren. 24A6, even kijken, daar stond ik net bij. 24A6, ja, die is op. Laten wij gewoon eventjes verder gaan. Ja, ik heb hem losgenomen. Ja, dat is goed. Ja, hij is weer terug. De raakvlakken en de voortgang van alle werkplekken worden continu bewaakt door de daarvoor aangestelde bouwprocesleiding. Op vaste tijdstippen organiseert de bouwprocesleider in de hoofdkeet een overleg met de verschillende disciplines om de voortgang en de knelpunten te bespreken. Of die mannen van die bovenleiding moeten even wachten. Maar de werkzaamheden op het wissel... Die prioriteit kun je dan leggen. Die kun je op. Dit overleg is bedoeld om beter begrip voor elkaars uitdagingen te krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor de civiele tak en de spoortak. Het is belangrijk om elkaar wat te gunnen. Je ziet ook alles, hè, Kees? Ja, wat ik heb begrepen is dat ze nu de werkzaamheden qua volgorde omdraaien. Maar dat betekent wel tegelijkertijd en het baanwerk en bovenlijnenwerk bij elkaar. Ja, dus het weer zit ook niet mee, hè? Moet je zien. Die staan daar gewoon te lachen. Tegen middernacht zijn de werkzaamheden op het spoor afgerond. Checklists voor een veilige indienststelling worden verzameld. Alleen de test van het beveiligingssysteem loopt nog door. Gelukkig. Dit is het belangrijkste van alles.
dit allemaal maar heb, dat is zo, wat mij betreft dan zekerheid voor alles. Niet dan? Ja. Egbert, heb je nog rare dingen of niet? Het werk van het eerste weekend is klaar. De test is met enige vertraging goed afgerond. 3 uur voor het weer in dienst stellen van het spoor blijkt dat er op de Westtak nog een storing is. De coördinator van de veiligheidstest op de verkeersleidingspost in Amsterdam heeft ontdekt dat de beveiligingsinstallatie onterecht melding maakt van een spoorbezetting. De spanning loopt op. Vanuit de projectaannemer en de onderhoudsaannemer zijn voor deze indienststellingsnacht storingsmonteurs ingepland. Zij gaan met de coördinator veiligheidstest op zoek naar de storing. Ondertussen tikt de tijd door. 54 is 54. Ja, nog een kwartier. We hebben een nummer van die storingsstrutte. Ja. Als je die belt, die kan misschien dat ding ontgrendelen. Dus we gaan dus even... De Zuid-Rijn in dienst geven? Ja, dat weet ik. Oké. Zou een van jullie even naar de keet kunnen komen? Naar de grote keet waar er is die? Dus jij of oud? Net op het moment van de geplande indienststelling wordt de oorzaak van de storing gevonden. Kunnen we het aan de trainingsleider vragen om de trein te sturen? Ja, hij komt ook terug. Ja, precies. Maar hij mag nu ongeveer vertrekken. Terwijl de eerste trein al onderweg is van Amsterdam Centraal naar station Lelylaan, wordt het probleem opgelost. Stipt op tijd kan de eerste trein over de nieuwe flyover rijden. Ja, dit zoals hij besteld. Heel. Krijg een beetje kippenvel. We hebben met heel veel mensen het hele weekend heel hard eraan gewerkt. Het is echt een voorbeeld van samenwerking in de keten ook. Mensen die voor elkaar wat willen oplossen en het heeft uiteindelijk tot succes geleid. Het is tot op het laatste moment spannend geweest. Dat was ook te merken aan iedereen die erbij betrokken was. Het was hele hoge druk het hele weekend dat we eraan gewerkt hebben. Maar het is toch goed gekomen en we zijn echt heel, heel blij. Het eerste weekend zit erop en de planning is gehaald, maar er is nog genoeg te doen. Het werk gaat door. Van maandag tot en met vrijdag rijden de treinen met een aangepaste dienstregeling van en naar Schiphol. De nieuwe flyover wordt over een enkel spoor beurtelings in 2 richtingen bereden. Het afsluitende weekend is weer geheel treinvrij om de aangepaste bestaande flyover op het spoorwegnet aan te sluiten. De werkzaamheden aan de bestaande flyover zijn in het eerste weekend gestart en gaan gedurende de weekdagen dag en nacht door. Tijdens het slopen van een deel van het dek is geconstateerd dat het beton beschadigd is door vermoeiing. Dit vereist een snelle oplossing. Aan de Schipholzijde van de flyover is de ruimte zeer beperkt. Het spoor op het deel van de flyover dat blijft bestaan wordt ongeveer 40 centimeter verschoven. Hier telt namelijk elke centimeter. Ja, gisteren waren ze aan het meten. Ze hebben ze inderdaad exact op hoogte gesteld, hè, millimetertjes. Klopt, ja, dat klopt al heel erg goed. Nou, mooi hoor. Goed doordacht allemaal. Inderdaad, qua stelmogelijkheden, qua bevestigingsmiddelen. De bovenleiding van het spoor tussen Sloterdijk en Schiphol wordt omgebouwd. Er wordt de hele week, 24 uur per dag, doorgewerkt.
Nu nog 29 tot 33 graden aan zee, iets koeler. 2 uur. Jongeman, 2 uur. Kom je even die ijsjes ophalen voor die mensen? Ja, dat moet je wel even doen, hè? Want die, dat blijft niet eeuwig goed, hè? Ja? Nee, nu naar beneden komen. Niet de andere kant oplopen. Ja. Ik zit er wel even met afval, hoe doen we dat? Moet je een vuilniszak hebben? Cor, als je ijsje wil. Pieter, jullie hebben het ook verdiend, hè? En het is tropisch warm, 29 tot 33 graden. Maar aan het eind van de middag moet je de buienradar in de gaten houden. Omdat jij zoveel kilometers gelopen hebt, hè, qua veiligheid. Dat je, en dan met deze omstandigheden. Cor, gaat ijs, kom aan, hè. Een paar dagen nadat de vermoeiingsschade aan het betondek is ontdekt, wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van een tijdelijke ondersteuning om de bestaande flyover opnieuw veilig in dienst te kunnen geven. Op maandag is de schade onderzocht, op dinsdag is een constructie ontworpen, op woensdag is het voorbereidend grondwerk uitgevoerd en vanaf donderdag wordt deze constructie opgebouwd. Deze onverwachte tegenslag is er razendsnel ingepast in het basisplan van de buitendienststelling. Het is een goed voorbeeld van flexibiliteit, creativiteit, samenwerking en professionaliteit. In het tweede weekend zijn opnieuw alle sporen buiten dienst, omdat het omgelegde spoor over de bestaande flyover opnieuw op het bestaande spoorwegnet moet worden aangesloten. Bij Suma, Patrick, goedemiddag. Goeiedag, Richard van den Blom, testleider op het VL-post. Richard, goedemiddag. Ik wil graag stand doorgeven van de werkzaamheden en de voortgang. Ik wou u graag 2 uur achterstand melden. En met name bij wissel 1023 Alpha Bravo. Want daar hebben we logistieke problemen en we krijgen het wissel niet in de controle. De bouwcoördinator uitvoering bewaakt de voortgang van alle disciplines die op het project aan het werk zijn. Ja. Dankjewel Richard, goeie dienst, hoi hoi. Hij rapporteert regelmatig aan de bouwprocesleiding. Werkschijlen ze aan, ja. Op zondagochtend maakt de stopmachine een laatste ronde langs alle punten waar het spoor is vernieuwd. Hij richt het spoor en verdicht de ballast onder en naast de dwarsliggers. Nou, de rode vis is af. Ik heb nog een paar dingen voor het ASP wat ingevuld moet worden. De schakelaars moeten echt niet hebben. Ja, daar staan ook op de restpunten last. De goede voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen. De hele periode is volgens plan gewerkt en zonder incidenten. Iedereen heeft laten zien dat je door goed overleg meer begrip voor elkaar krijgt. Zo kan je grote stappen zetten. Alle partijen hebben succesvol samengewerkt op een manier die een voorbeeld is voor de branche. Is volgens de Romeo November 739353 Bravo. Weer voor de trainingsleider onder de verantwoording met uitzondering van de eerder benoemde snelheidsbeperkingen. Dat is begrepen. Staat genoteerd. 9 dagen lang is er 24 uur per dag door vakmensen van veel verschillende bedrijven keihard gewerkt. Ja, laat maar komen. Alleen al in het eerste weekend waren er bij Riekepolder bijna 500 man aan de slag. Van kraanmachinist tot hoofduitvoerder. Van ingenieur tot lasser. Meisjes! Met elkaar hebben ze het mogelijk gemaakt dat nu en in de toekomst
meer treinreizigers van en naar Schiphol gebruik kunnen maken van een betrouwbaar spoor. Dat is de kracht van samenwerking.